Ik had Femke ook een berichtje gestuurd, maar daar heeft ze helaas nog niet gereageerd. Oh shit, dus daarom... sorry. Kjeld Nuis en Femke Kok! Wat een overdovend applaus. Ja, ik had een vraag voor Kjeld. Lucas, doe iets zo, je ding. Ja, topper. Ja, beter. Wat doe jij eigenlijk de hele dag op je hotelkamer? Buiten gamen dan? Koffie zetten. Koffie zetten, ja. Ik heb nog een uit de hand gelopen hobby, dat is koffie zetten. Ik ben de hele dag van die hartjes in mijn cappuccino aan het maken. Ja, dat was het. Lucas, waar kom je vandaan, Lucas? Overga. Ah, jongen. Vlakbij. Oh, pak bij. Geef me zo hoor. Als je geen schaatser was geworden, wat was je dan gaan doen? Dat vind ik nog steeds lastig, want daar weet ik het antwoord echt niet op. Nou, ik weet eigenlijk ook nog niet zo goed wat ik dan wou worden, maar ik denk wel dat ik nu dan in het studentenleven zou zitten. Ja. Hey. Als ik niet zo schaatsen. Ja.